Goeiedag, beste leerlingen van het vierde jaar. Alvorens we van start gaan met de eerste digitale lessen Engels, moeten er enkele afspraken gemaakt worden. Jullie vinden deze PowerPoint ook terug op Smart School. Je kan die daar altijd raadplegen en het filmpje blijft ook ter beschikking op YouTube. Hoe gaan de lessen eruit zien? Aan het begin van de week krijgen jullie telkens een instructiefilmpje of filmpjes. Meestal gaat iemand van ons die inspreken. Of je krijgt een filmpje via YouTube doorgestuurd. Daar horen ook telkens opdrachten bij die je zult moeten maken. Op het einde van elk instructiefilmpje worden die verduidelijkt. Die zullen ook in de digitale agenda staan. Tijdens de week dan volgt er een live sessie waarbij je vragen kan stellen aan de leerkracht om je opdrachten tot een goed einde te brengen. Er is dan ook tijd om die opdrachten te maken. De week nadien volgen er eventuele verbetersleutels wanneer het oefeningen zijn die je zelf moet en kan verbeteren. Waar krijg je punten op? Ten eerste moet je ons bewijzen dat je je oefeningen wel degelijk maakt. Ook al verbeteren wij ze niet, maar moet jij jezelf verbeteren, moet je toch bewijzen dat je ze maakte. Dat doe je bijvoorbeeld door duidelijke foto's te uploaden. Daar zal telkens een uploadzone voor klaarstaan. En waar krijg je nog punten op? Dat zijn de grotere taken die je via de uploadzone zult moeten uploaden of de boekwidgets die je via de oefeningen knop op Smart School kan maken. Taken via de uploadzone zullen ter beschikking staan op Smart School, waar je die kan downloaden. Je kan die nadien digitaal maken en dan in de juiste map plaatsen op Smart School. Boekwidgets zijn volledig digitale oefeningen die je ook via Smart School kan maken. Al deze zaken moeten voor vrijdagavond, middernacht zoals voorheen afgesproken, moeten die gemaakt zijn. Let wel goed op. Wij verbeteren die oefeningen en de feedback verschijnt steeds digitaal. Zowel in de uploadzone als bij boekwidgets is het mogelijk om rechtstreeks commentaar en feedback te geven. Daar zal je dat dus zien verschijnen. Wat is erg belangrijk voor deze lessen? Er is een nieuwe map op Smart School gemaakt die Engels voor heel 4 TSO omvat. Dat heeft er vooral mee te maken dat mevrouw Chauveau en ikzelf, mevrouw Van Humbeek, dat wij gaan samenwerken. Zodoende dat de lessen voor jullie zeer gelijkmatig verlopen. Dat wil dan ook zeggen dat je alle informatie daar zult vinden. Dus ga niet meer kijken naar de aparte mappen, maar ga naar die nieuwe map. Je moet daar ook alles uploaden en je vindt daar ook de boekwidgets. De live sessies zijn wel met je eigen leerkracht en je oefeningen worden ook door je eigen leerkracht verbeterd. Nog enkele tips. Kijk die feedback in de uploadzone na. En bij boekwidgets, dat je weet wat je fout aan het doen bent, dat je niet uit de lucht komt vallen wanneer je bepaalde punten op Smart School ziet verschijnen. Herbekijk de filmpjes zoveel als nodig. Gebruik ook het internet en stel tijdig vragen. Je hebt allerlei mogelijke manieren om aan informatie te geraken. Kijk ook steeds goed in de cursus. Niet alles wordt altijd verteld of de cursus zegt het op een andere manier. Soms is het dan duidelijker. En vergeet het compendium aan het einde niet. Helemaal op het einde van je cursus, daar ook waar je die onregelmatige werkwoorden vindt, zit een volledig schema met alle mogelijke grammatica die jij dit jaar zou moeten kennen. Daar staat alles dus nog eens en nog eens op een andere manier uitgelegd. Wat is natuurlijk zeer belangrijk? Overschrijven, want zodra we dat merken, leidt steeds tot extra maatregelen en een vermindering van punten. Het valt dan ook bijna altijd heel erg hard op. Voilà, dat waren de afspraken voor Engels 4 TSO. Veel succes en ik zie jullie graag terug in het eerste instructiefilmpje.